En laten we de vraag van vandaag, waarom mensen tegen beter weten in onzin blijven geloven, toespitsen op de, laten we zeggen, medische sector, de kwakzalverij dus eigenlijk. Dat doen we met twee deskundigen, zij het heel uiteenlopende. Beide hebben een kwartier en daarna volgt een twee gesprekken en weer de vragen uit de zaal via de app. Werkt dat het mooiste. We hadden net, hoorde ik overigens, 20 vragen binnen. Dus het gaat goed. U hebt niet garantie dat u aan de orde komt, maar er wordt wel zeker naar gekeken. Ten eerste heb ik op de lijst hier Kees Renkens. Een bekend gezicht natuurlijk, bekende naam ook. Arts en tot 2011 voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Er is een blad van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ik zeg altijd voor, maar dat is natuurlijk niet goed. Tegen de Kwakzalverij. En als u wil weten hoe goed Kees Renkens kan schrijven en argumenteren, dan moet u dat vooral voortdurend blijven lezen. Kees Renkens. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor deze lovende woorden. Het kan nu alleen nog maar tegenvallen, denk ik, in de zaal. Want zo goed gaat het allemaal niet. Nee, het gaat niet vanzelf. Ook moeten we een stapje terug doen van het niveau van de eerste deel van de ochtend. Hooggeleerde filosofen, hoog op de Olympus. En nu gaan we terug naar de werkvloer, de dagelijkse gruwelen van de kwakzalverij. Daar worden andere methodes gevraagd. En ik kan ook beslist niet beloven dat ik ga voldoen aan de eisen die Massimo zojuist stelde, de pious, virtuous opponent. Ik ben meer van het type zacht als het kan, hardhandig als het moet. Er moet toch zo'n apparaatje zijn waarmee je door kan klikken? Oh ja, ja, ja. Waar gaan we het over hebben? De opdracht is, waarom gaan mensen in zee met niet bewezen therapieën? Ik heb 25 jaar geleden, toen was ik 3 jaar voorzitter van die vereniging, een boekje geschreven over hedendaagse kwakzalverij. En het laatste hoofdstuk heb ik gewijd aan de vraag, hoe is het in godsnaam mogelijk dat, terwijl de wetenschap en de geneeskunde op zo'n hoog niveau staat, nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid op zo'n hoog niveau stond, dat mensen weglopen en naar kwakzalvers gaan. Ik heb daarin een aantal verklaringen gegeven, die zal ik straks nog even weer opnieuw de revue laten passeren. Het is altijd prettig om jezelf te kunnen citeren, nietwaar? Maar daarna zal ik al vrij snel overgaan naar de volgende onderwerpjes. Neemt het gebruik van alternatieve geneeswijzen alsmaar toe? Kan het veel kwaad? Het is in de vorige discussie al enigszins ter sprake gekomen. Onwaarheid, is het altijd slecht? Is er een invloed van het opleidingsniveau van kwakconsumenten, zal ik maar zeggen? Mensen die gebruik maken van alternatieve geneeswijzen. En zijn er persoonlijkheidskenmerken te vinden bij alternatieve artsen? Want zij distancieren zich toch krachtig van de grote meerderheid van hun beroepsgroep. In dat boekje uit 1992 droeg ik de volgende mogelijke verklaringen aan voor de populariteit van kwakzalverij. Dit is altijd een hele makkelijke. Als mensen zijn te dom om het te begrijpen. En als de goden het niet lukken, wie zijn wij dan wel dat we denken dat we daar iets tegen in kunnen brengen? Dus dat is een hardnekkig probleem. De medische kennis van het publiek is gering. Ze snappen ook niet hoe de wetenschap tot bepaalde conclusies komt. En als je een medicus en een kwakzalver tegenover elkaar zet, dan is het al gauw 50-50 en het is een richtingenstrijd. En wetenschap is ook maar een mening. De secularisering en de religieuze aspecten heb ik destijds genoemd. De kerken lopen leeg en mensen zoeken toch naar warmte en samenhang en diepere zingeving en mooie gedachtes. En mogelijk dat dat een rol zou kunnen spelen, dacht ik. Er is toenemend onbegrip voor de beperkingen van de geneeskunde. Een dokter die zegt, ik kan niks meer voor u doen. Die wordt meteen uitgelachen door de patiënt die spoedig een second opinion of een consult met de hoogleraar of desnoods, in Duitsland zijn ze al veel verder dan hier, naar het buitenland gaat. En de journalisten zijn hier mede schuldig aan, want elke dag staat er in de krant wel alweer een doorbraak, nietwaar? Chemofobie, de liefde voor natuurlijke behandelmethoden en kruiden enzovoorts. En die scheikundig bereide geneesmiddelen, dat kan toch niet goed zijn. Aantrekkelijk voor veel patiënten is ook dat hun sociale of psychologische problemen worden gemedicaliseerd. En de homeopaat, de acupuncturist, vindt altijd wel iets wat hij kan behandelen.
De welvaartsstijging kost natuurlijk geld. En als je heel arm bent of weinig geld hebt, dan is de verleiding om een gokje te wagen toch wat kleiner dan wanneer je academicus bent of hoog opgeleid of rijk. De aanvullende ziektekostenverzekering vergoeden bijna zonder uitzondering, zij het met wel beperkingen wat de hoogte van het bedrag betreft, vrijwel zonder uitzondering de kosten consulten bij alternatieve artsen. En dat wordt door veel outsiders ook als een teken genomen, dat moet toch wel iets inzitten, want anders vergoedt zo'n verzekering dat toch niet. Ook in de rechterlijke macht heerst dat misverstand. Ze kijken helemaal niet naar kwaliteit of werkzaamheid. Het is een cynisch verdienmodel van deze commerciële maatschappijen. Het cultuurrelativisme, in die tijd, de Chinese acupunctuur was net in opkomst in die tijd. En de Indiase ayurvedische geneeskunde enzovoort, wij in het Westen hebben het altijd over het hoofd gezien. Dat kan toch niet waar dat een miljard Chinezen zich vergissen. U kent de slogans. Nou, dit blijkt heel goed mogelijk te zijn dat de Chinezen zich vergissen. Ze vergissen zich deerlijk. Er is een toename van het aantal alternatieve artsen. Dat is, vind ik als vakgenoot, een heel zorgelijk probleem. Daar schaam ik me heel erg voor. En die worden ook het hardste aangepakt. Vakgenoten, die horen beter te weten. Die zijn geëxamineerd, die hebben een opleiding. Die hebben van staatswegen erkende diploma's. En die kunnen niet zomaar uit een ander vaatje gaan tappen. Want als dokters het doen, dan is het voor de patiënt al heel moeilijk te begrijpen dat het onzin is. Ze hebben ook geen idee hoe de wetenschap in elkaar, als je dat vraagt, hoe werkt wetenschap, dan zou voor mij wel moeilijk zijn, maar de leek die snapt de wet natuurlijk helemaal niks van. Nou, ik had al die items die ik net genoemd heb, een stuk of 12, nog een keer de revue willen laten passeren en nu met u delen hoe ik 25 jaar later daartegen aankeek, nu ik nog steeds meer ervaring heb gekregen met die kwakzalverij. Maar het voornemen werd doorkruist door een zeer provocerend interview met Jan-Peter Margrie, die straks hier het woord zal nemen in de NRC. Hij viel de Vereniging tegen de Kwakzalverij scherp aan. Wij zijn verantwoordelijk voor de polarisatie van het debat tussen alternatieve en reguliere geneeskunde. En die patiënten die het proberen, ach, laat ze toch, weinig kwaad. En ze weten zelf ook wel dat het niet werkt. En u heeft Baudrie daarover net zojuist al gehoord. Wij zouden ook mensen die wel naar kwakzalvers gaan voor gek verklaren. Dat doen we eigenlijk nooit. We vinden ze ook niet dom. Ze zijn niet dom, ze doen dom en ze zijn niet dom. En dat is toch een verschil. Verder bevat het interview met Margrie een aantal feitelijke onjuistheden waar ik op terugkom. Wij zouden ook te veel vasthouden aan onze eigen mening. Een heel merkwaardig argument. Toen Gerard Reven weer eens een boek publiceerde, schreven veel critici, hij herhaalt zichzelf steeds. Waarop Gerard Reven antwoordde, ja, wie zou ik anders moeten herhalen? En de tijdgeest zou heel gunstig zijn voor alternatieven. Dat valt ook nog wel mee. De kop van het artikel luidt als volgt, vooral hoger opgeleide bezoeken een alternatieve genezer. De alternatieve therapieën zouden tij mee hebben, zo'n miljoen gebruikers in ons land per jaar. De etnoloog Peter-Jan Margrie zei, zijn dat nou allemaal naïeve idioten? Op het antwoord op die vraag kom ik later nog even terug. Er waren publieke reacties. Ze hebben natuurlijk als vereniging ook een brief naar de NRC gestuurd, maar die werd niet geplaatst. Als je binnen 5 dagen niks gehoord hebt, dan hoef je niet meer te reclameren, want dan is hij afgewezen. Gelukkig nam Frits Abrahams het als eerste het voor ons op. U kunt het allemaal lezen. Nog in hetzelfde interview kregen wij de Steven van Lang, zegt Frits Abrahams. Wij bestrijden al sinds 1881 die behandelwijze. En wij zouden een soort wezensvreemde gemeenschap zijn, vindt Margrie. Dat gaat hij straks nog even uitleggen, denk ik. Die hooghartig en eenzijdig het eigen gelijk blijft ventileren en koesteren. En een paar dagen later werd een mooi stuk van Maarten Boudry, de spreker uit de vorige sessie, geplaatst, waarin hij nog eens uitlegde dat het geloven in placebo's toch niet ongevaarlijk is en dat je altijd voor illusies moet waarschuwen. Ik kreeg ook buiten de publiciteit reacties van wetenschappers en leden van Skepsis en van de vereniging. Iemand zei, je moet een proces wegens smaad beginnen. Anderen zei, je moet zeker 2 pagina's in de NRC opeisen. En een derde ergerde zich bont en blauw aan weer een professor die kankert op een gebied waar hij geen verstand van heeft. Ik citeer hem alleen, het zijn niet terminologie, neem ik beslist niet over. Nou, het gebruik van alternatieve geneeswijzen zal alsmaar toenemen volgens Margrie. Hij schrijft daarover de westerse geneeskunde. Als je dit iemand de term westerse geneeskunde hoort gebruiken, moet er een alarm bij het gebouw gaan rinkelen. De westerse geneeskunde vindt zijn legitimatie in de wetenschappelijke basis ervan.
Niettegenstaande dit rationele vertrekpunt lijkt de moderne samenleving steeds ontvankelijker voor alternatieve geneeswijzen en allerlei nieuwe behandelingen en cursussen. De traditionele kruidenvrouwtjes en piskijkers zijn van het toneel verdwenen, maar we geven ons massaal over aan energie- en chakratherapeuten, chiropractie, homeopathie en iriscopie. Is dat wel waar? Hier ziet u CBS-cijfers, het percentage van onze bevolking dat in een bepaald jaar naar een alternatieve genezer is geweest. Het CBS enquêteert sinds 1981 en vanaf dat moment wordt die vraag meegenomen. Elk jaar een panel van 10.000 Nederlanders. En u ziet, kan hier ook maar aanwijzen eigenlijk, ja. Ja. De jaren 70 begon dat natuurlijk toe te nemen. Er zijn hele cijfers uit 1960 en dat was 1% van onze bevolking. Dus het is een dramatische toename geweest in de jaren 70 en 80. En hier vanaf 1993 ongeveer, dat is het rampjaar, dan overstijgt het aantal bezoekers de 6%. Maar sindsdien is het 20 jaar gelijk gebleven. En nu kan je bijna zeggen dat er een dalende tendens is. Dit percentage in de laatste cijfers die bekend zijn is 5,7%. Dat is in 20 jaar niet zo laag geweest. Dus dat wijst er niet direct op dat het alsmaar toeneemt, to put it mildly. En hier een andere manier om naar te kijken, dit zijn de alternatieve artsen. Leden die aangesloten zijn bij de Vereniging van Homeopathische Artsen, de artsen, acupuncturisten, de antroposofische artsen en dergelijke. Dat hebben we allemaal bijgehouden. De laatste jaren maak ik dankbaar gebruik van het turfwerk van Jan-Willem Nienhuis, die dat in de kortste tijd boven tafel haalt. Dit is hier weer het rampjaar 1993, waar 800 artsen in ons land die acupunctuur deden. Die dus in alle oprechtheid menen dat als je een naaldjes hier en daar in jas, dat dat ergens goed voor zou kunnen zijn. En hieronder de homeopaten. En nou, u ziet, en er is een sterke daling sinds 1993, terwijl het totaal aantal artsen in ons land ongeveer verdubbeld is in de laatste 30 jaar. Dus procentueel is het nog een veel verdergaande daling. Dit is cumulatief, alles bij elkaar opgeteld. Hier hebben we dus tijdens 1800 aangeslotenen bij een alternatieve artsenvereniging. Als je het nu optelt, meer dan gehalveerd. De afkortingen, u kent ze, de acupuncturisten, de homeopaten, de antroposofen, de manuele geneeskunde, de krakers, natuurgeneeswijze, neuraaltherapie. Enfin, een hele prettige afname van het aantal dysfunctionerende collega's. Een artikel van Ertsas Ernst. Als ik te lelijk word, voorzitter, dan hoop ik dat u mij corrigeert. Die heeft in British Medical Journal in november 2000 een artikel geschreven, dat is door Paul van Dijk overgenomen in het blad. Er moet meteen bijgezegd worden dat de vergelijkbaarheid van al dit soort onderzoek moeilijk is, want de vraagstelling is nooit helemaal precies hetzelfde. In het ene land wordt yoga meegenomen als alternatieve geneeswijze, en in het andere zelfs bidden voor gezond, voor herstel of Lourdesreizen. Dus de vergelijkbaarheid is beperkt, maar toch is dit aardig. In Nederland steken wij er heel gunstig bij af bij de rest van Europa. En ook de Engelsen zijn mooi sober. En hierna gaat het mis. Duitsers natuurlijk, is daar scoren hoog. We staan ze nummer 1. Ja, nou, dat is bekend. Dus ook dat wijst er nou niet op dat het in Nederland zo beroerd gaat. Mijn conclusie is dus ook afwijkend van die van Margrie. Er is zeker geen toename van de consumptie van alternatieve geneeskunde in ons land. Eerder een afname en zeker geen, zeker geen massale overgang aan energie- en chakratherapieën. Kan het veel kwaad? Nou, we hebben Boudry daarover gehoord. Er is een citaat weer uit het interview. Al komen therapiebeloften niet echt uit. Placebo, als placebo-effect of afleiding kan het in een bepaald opzicht toch wel werkzaam zijn. Moeten we dat niet stoppen met naming en shaming, want het is nu zo verbreid en niet meer snel uit de samenleving te verwijderen, dat je daar beter bij kan neerleggen. Ook weer een curieus argument. Kan het kwaad? Nou, ik moet snel van de voorzitter. Een adequate therapie kan soms te laat worden ingesteld. Als je met een serieuze klacht naar een alternatieve genezer gaat, dan kan dat kostbare tijd schelen. Dat kan een dodelijke gevolgen hebben. Medicalisering en somatische fixatie. Niet medische problemen worden behandeld in een medisch model. Patiënten krijgen vaak valse hoop aangeboden in plaats van begeleiding en schuldgevoelens als ze zich niet aan de strenge regels van de kwakzalver houden. Qua dieet of qua pillen of qua weet ik wat. Ze krijgen absurde ideeën aangepraat over de ziekte en het functioneren van het menselijk lichaam. Het kost geld natuurlijk, soms weinig, soms veel. En de intellectuele status van de geneeskunde, maar dat is meer een probleem van de beroepsgroep, die wordt bedreigd als te veel artsen rare dingen gaan doen.
Mijn conclusie is: alternatieve geneeswijzen zijn altijd schadelijk. De mate waarin wisselt natuurlijk. Elke schijnbare genezing is toe te schrijven aan natuurlijk beloop of een placebo-effect. Nou, hij kwam ook tot de ontdekking, Jan-Peter, dat uit een eigen onderzoek, daar horen we straks waarschijnlijk meer over, blijkt dat vooral hoger opgeleiden weer naar alternatieve genezers gaan. En hij noemt dat paradoxaal. Nou, het is een gegeven dat al 30 jaar bekend is. Ik weet niet of u deze dia kan lezen, maar in ieder geval hier opleidt mensen die alleen lager onderwijs hebben genoten. Daarvan is de laatste tijd nog maar 2,5% naar een alternatieve genezer geweest. En mensen met hbo en universitair is 3 keer zoveel. Dus hoe hoger je opgeleid, hoe groter de kans is dat ze zich laten bekwakzalven. Ook op Twitter kwamen reacties op het stuk van Margrie. Dit is de etnoloog vraagt zich af of hoger opgeleid die in kwakzalverij gelooft. Naïeve idioot is het. Enige juiste antwoord is ja. Zegt Ari Kruseman. Dan denkt u misschien, dat is weer zo'n reaguurder. Daar hoeven we geen aandacht aan te besteden. Maar zijn eigen profiel op Twitter luidt als volgt. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Hij was een internist. Hij heeft nog een functie als raad van toezicht hier. Hij is ook oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde. Hij was jarenlang decaan van de medische faculteit in Maastricht en oud-rector magnificus. Zo wordt het dus, Peter, mag je over dit soort mensen gedacht in de koffiekamer. Of in de kleedkamer, de locker room. Een hoog opleidingsniveau beschermt niet tegen de illusies die de alternatieve geneeskunde biedt. Zelfs 1200 artsen in ons land doen het nog steeds. En nu kom ik met een onderzoeksvoorstel. Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken van alternatieve artsen? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Dat moet een leuk onderzoeksterrein zijn voor de Europese etnologie. Jouw specialiteit, Peter. Als er geen artsen meer zouden zijn die het doen, dan zou het veel alternatieve geneeskunde heel veel aan status verliezen en zou veel leed en schade kunnen worden voorkomen. Waarom doen ze het eigenlijk? En wat zijn het voor mensen die de mening van de overgrote meerderheid van hun vakgenoten op arrogante wijze bagatelliseren en hun opleiders beschamen? Wat markeert hen eigenlijk in de bovenkamer? Waarin verschillen zij van reguliere artsen? Ik denk dat ik nog 3 dia's heb, voorzitter. Het hoeft toch helemaal niet gevaarlijk te zijn. Niet-westerse etnologie kan wel gevaarlijk zijn. U kent allemaal het gedicht van Levi Weemoed. Indiaan, o ik jaagde het liefst met pijl en boog het hele jaar op antropoloog. U ziet hier Michael Rockefeller in 1961 op Nieuw-Guinea. En u ziet deze mensen lachen. Michael Rockefeller is in 1961 uit het radar verdwenen. Hij is nooit meer teruggekomen en er zijn overtuigende bewijzen dat hij is opgegeten door kannibalen. Dit is historisch. Maar Europese etnologie, om te kijken wat dokters zijn en wat alternatieve dokters voor mensen zijn, is helemaal niet gevaarlijk. Er is vergelijkbaar onderzoek gedaan aan mensen die in God geloven en of ze wel slim zijn. En het blijkt dan dat hoe hogere intelligentie, hoe meer atheïsme, dat moet in deze zaal er wel ingaan als godswoord in een ouderling, zou ik bijna zeggen. En hier kan je ook atheïsme enzovoorts. Dus dat ligt in dezelfde orde van grootte. Dus mijn voorstel zou zijn om eens een keer naar die dokters te kijken die het allemaal doen. Reguliere dokters, sceptische dokters en alternatieve dokters. Ik denk dat er interessante verschillen uit tevoorschijn zullen komen. Ik doe geen uitspraak over het intelligentieniveau, maar wel over de score op de neuroticisme schalen. Ik dank u voor uw aandacht. Kees Renkes, dames en heren. Dankjewel, Kees. Scherp aan de wind. Ik denk dat het onderzoeksvoorstel iets neutraler geformuleerd zou mogen worden. Maar daar gaan we misschien nog meer over horen. Bijvoorbeeld van Peter-Jan Margrie. Het gaat al geregeld over... De zender valt eraf, hou hem vast. Over dat interview was het in de NRC, waarin, in dit gezelschap in ieder geval stoute dingen gezegd werden. Ja, ga je gang. Inderdaad. En na het interview in de NRC kreeg ik van Kees Renkens een brief dat ik hem wel heel hard had aangepakt. Nou, ik dacht dat zij toch daar wel ervaring mee zouden hebben. Er is nu wat ad hominem op mij gereageerd. Geen enkel probleem mee. Ik zal dat nu niet doen. Overigens, Michael Rockefeller is met de veel grotere zekerheid verdronken in de zee van Nieuw-Guinea. Niet door de kropsnellers opgegeten.
Ja, er is al verschillende keren gerefereerd naar waar ik mee bezig was. Ja, en ik heb een tekst hier. Ja, naar aanleiding van een internationale wetenschappelijke conferentie die ik een paar weken terug aan de Universiteit van Amsterdam heb georganiseerd en die gewijd was aan religieuze en alternatieve geneeswijzen, werd ik op 23 september dus door dat handelsblad... Hoe werkt dit ding? Want... Oh, wacht. Werd ik door dat NRC Handelsblad geïnterviewd. En daarin legde ik uit dat het congres vanuit een cultureel en etnologisch perspectief het terrein van alternatieve geneeswijzen wilde verkennen. Ten einde beter te begrijpen waarom deze praktijken in de moderne tijd zo populair zijn. En waarom westerse samenlevingen daar alleen maar ontvankelijker voor lijken te zijn. Een ontwikkeling die haaks staat op het moderniseringsidee. En op alle kwesties rond onttovering en secularisatie die door een socioloog als Max Weber al meer dan een eeuw geleden zijn aangekaart. Mijn collega's en ik waren en zijn geïnteresseerd in de vraag naar wat die praktijken inhouden en wat de betekenissen ervan zijn. Hoe die praktijken zich verhouden tot religieuze geneeswijzen en wat de motiefstructuren zijn die zowel bij zulke geneeswijzen een rol spelen. Niet alleen meld ik in het interview die doelen, ik liet ook naar voren komen dat mij vreemd voorkomt dat de miljoenen Nederlanders die ondertussen iets met of aan dergelijke praktijken en therapieën doen, ja, zoveel zijn het er. Het hangt helemaal van de definitie af hoe je zegt of het toen of afneemt. Het lijkt me een goed argument dat de praktijken die Kees noemde, dat afneemt. Maar in de tussentijd is er een heel veel breder reservoir aan andere praktijken bijgekomen die niet in die traditionele onderzoeken worden meegenomen. Maar goed, het is gek om die allemaal over één kant te scheren als mensen die gevaarlijk bezig zijn of niet goed bij hun hoofd zijn. En dat het verkeerd zou zijn, niet tegenstaande die brede participatie er aandacht aan te besteden, omdat het alleen maar erger zou worden, door je af te wenden, verwerf je echter in het geheel geen goed of genuanceerd inzicht in die wereld. Bovendien zullen dan juist die zaken die wel gevaarlijk kunnen zijn, versluierd blijven in de breedte van het verschijnsel. Ik heb tegelijkertijd het idee opgeworpen te onderzoeken of het mogelijk en zinvol zou kunnen zijn om in plaats van alle uiteenlopende praktijken door één generieke mangel te halen, een bepaalde categorisering aan te brengen. Ik heb het geweten. Eerder had ik al eens meegemaakt in het kader van het Zwarte Pietendebat van 2013 hoe je rol binnen een wetenschappelijk perspectief kan worden geïnstrumentaliseerd en geframed. Waarbij de nuanceringen die je probeert in te brengen in de sociale media meteen op doodsbedreigingen komen te staan. Zover kwam het in dit geval gelukkig niet. Maar toch was ook hier sprake van een binaire oppositionering in de stellingname. Het komt er eigenlijk op neer dat wie niet onvoorwaardelijk het fenomeen bestrijdt en er serieuze aandacht aan besteedt, tot voorstander wordt gerekend. Terwijl je tracht vanuit de academische habitus niet voor of tegen te zijn. Maakt het idee van een beter inzicht in die cultuur mij meer dan verdacht. Terwijl in deze context eigenlijk wijsheid, wijsgerigheid zozeer gevraagd is, was het de filosoof die mij als alternatieveling reframede. In de Volkskrant, het gaat dus niet over Boudrie, schreef hij een artikel waar hij om eerherstel van de waarheid vraagt. Omdat hij in navolging van Beatrix vindt dat in Nederland de leugen regeert. Allerlei voorbeelden werden naar voren gehaald. En ook de NRC-journalisten en ikzelf. Wij werden erin gekarakteriseerd, Kees Renkes haalde dat al aan, als idioten. Alleen al omdat we ons met alternatieve geneeswijzen bezighouden. Zelfs als dat in mijn geval gaat om de kennis en het inzicht erover te vergroten. Hij concludeerde dat de journalisten fout zat om mij überhaupt een stem te geven over alternatieve geneeswijzen. Terwijl ik nog een grotere idioot zou zijn omdat ik ogenschijnlijk zou willen bewijzen dat het werkt. Echter, daarover wil en kan ik niet eens een uitspraak doen. Maar wat ik wel naar voren bracht is dat uit de vragenlijsten die door het Meertens Instituut zijn uitgezet op dit thema, blijkt dat het voor de velen die alternatieve therapieën hebben ondergaan, het naar hun zeggen iets heeft gedaan. Dat het heeft geholpen, op wat voor manier dan ook, psychisch en zelfs fysiek. Dat is in die zin ook een relevant gegeven, omdat dit, extrapolerenderwijs weer, op een substantieel deel van de bevolking betrekking heeft. Op mensen die er voor hun gevoel bij die therapie baat hebben gehad en hun klacht of pijn achter zich hebben gelaten. Ik hoef hier in deze setting eigenlijk niet te halen dat je aan een verklaring als placebo, autosuggestie of wat dan ook zou kunnen denken. Maar wat eigenlijk met dat gegeven te doen? En laat ik nu toch maar even in dit gezelschap voor alle duidelijkheid, maar eigenlijk zou ik dat natuurlijk helemaal niet hoeven te doen, voorop te stellen dat ik zelf helemaal niets heb met alternatieve of religieuze geneeswijzen.
Behalve dan dat het me als cultuurverschijnsel buitengewoon fascineert dat mensen daarvoor kiezen. Hoe ik daartoe ben gekomen hangt direct met het thema samen. Toen ik op mijn 19e als fotografiestudent met de auto door Zuidelijk Frankrijk toerde, passeerde ik op een gegeven moment het plaatje Rocamadour. En in het midden van het stadje stond en staat een steile rots. Naderbij gekomen zag ik tot mijn stomme verbazing oude vrouwtjes die in de rots uitgehouden hoge trap naar boven gingen. Op hun knieën. Ik ben ze achterna gegaan. Te voet. De trap bleek te leiden naar het Mariaheiligdom dat zo soeverein boven op die rok van Amadour ligt. Ik zag daar dingen die ik op dat moment nog nooit in mijn leven had gezien en die voor anderen juist zo vanzelfsprekend bleken. In het schemerige Romaanse bedevaartkerkje stond een minstens even oud Mariabeeld dat het object van intense devotie bleek te zijn. Niet alleen werden er grote waskaarsen gebrand en indringend reciterend gebeden, tegelijk vond er een drukke uitwisseling plaats. Namelijk een transcendent religieuze uitruil tussen de bezoeksters, veelal vrouwen, en Maria zelf. Zij moesten iets van elkaar. Maria vroeg impliciet om gebed en naleving van de christelijke gedeugden en trouw aan de kerk, terwijl de aanwezige dames expliciet om Maria's bemiddeling verzochten, in persoonlijke kwesties. Zij vroegen om hulp en genezing. Hulp bij allerlei min of meer banale kwesties in het dagelijks bestaan en bij de genezing van kwalen waar doktershulp vaak niet afdoende was. Dit zijn de objecten die uitgewisseld worden als men genezing vraagt voor iets wat er met een hand is, ziektes en dat soort dingen, exfoto's genaamd. En om dat te bereiken staken ze kaarsen op bij het beeld, deponeerden briefjes met hulpverzoeken of gaven kostbare votiefgeschenken ten einde deze Maria nog gunstiger te stemmen en toeschietelijker te maken. Gebiologeerd heb ik het gebeuren een tijdje staan observeren en langzamerhand raakte ik verkocht als etnoloog, als antropoloog. En van dit fenomeen wil ik meer weten. En om die toepasselijke uitdrukking hier maar eens te bezigen, waarom in godsnaam deden deze mensen dat allemaal? Nou, later op het Meertens Instituut terechtgekomen heb ik daar een onderzoek naar de bedevaartcultuur gedaan, waar ook allerlei steun wordt ingeroepen. En zo kwam ik eigenlijk vanzelf, want het is in het verlengde van elkaar, ook bij het thema van alternatief genezen terecht. Dit is ook een vorm van alternatief genezen. Het is een thema dat geen sinds voor het eerst op de Meertens en UvA-onderzoeksagenda staat. De roemruchte vragenlijsten, die zoals u nu misschien kent uit Voskuils roman Het Bureau, betroffen ook vragen naar beschermheiligen tegen hoofdpijn, roos, reuma, genezing van stuipen, etc. En een fraai exempel daarvan is ook altijd deze Nederlandse kerk Meerveldhoven, waar deze heilige eik staat, volgehangen met votiefgeschenken als bewijs dat daar iets heeft plaatsgevonden, dat genezingen hebben plaatsgevonden. En voor jullie ook interessant om te weten, dit is de heilige eik die in de 14e eeuw zou zijn geplaatst. Maar de eik is al 3 keer verrot geraakt en dit is de 4e eik in rij, maar heeft nog steeds diezelfde sacraliteit. In Nederland kan men vaak veelal niet begrijpen waarom mensen überhaupt al aan zulke zaken geloof hechten. Maar is er iemand hier in de zaal die werkelijk denkt dat geloof en religie vanzelf uit de wereld verdwijnen? Of met een sceptische stok uit de wereld zijn te verjagen? Hier in Nederland met een hoog aantal agnosten en atheïsten lijken we daar soms op af te stevenen. Maar nog altijd telt Nederland naast een stevige groep kerkgangers een record aan ietsisten. De personen die twijfelen, die het niet precies weten of het niet voor zichzelf kunnen uitmaken en dan toch maar aan iets blijven geloven. Net zo min als religie, ter beteugeling van 's mensens existentiële angsten, verdwijnt, net zo min zal de drang verdwijnen om rond kwaal en allerlei ongemak en ongesteldheid van het lichaam en geestje te wenden tot andere therapieën. In ieder geval zolang niet alle fysieke en geestelijke kwalen de wereld uit zijn. Tot die tijd, wanneer de cultuurgebonden primaire behandelingen in Nederland via de allopathische biomedische wetenschap niet toereikend zijn of lijken te zijn, zal er een toevlucht tot alternatieve praktijken worden genomen. En het probleem zit hem niet zozeer, zoals wel eens wordt gesuggereerd, in de veronderstelde achterlijkheid van de samenleving. We hebben immers nog nooit zo'n hoogopgeleide bevolking gehad. Nog sterker, met betrekking tot de afnemers van de alternatieve geneeswijze, het werd al genoemd, is het overgrote deel van HBO of WO-niveau. Waar hebben we het dan over? En uit de verzamelde data is ook duidelijk dat het niet om misleide personen, dwazen of bijgelovige types gaat. Niet dat die er misschien niet tussen zouden zitten, maar voor het overgrote deel beschouwen zij de medische wetenschap inderdaad als wetenschap.
En inderdaad, als een waardevol gevolg van het natuurwetenschappelijk onderzoek waarmee smartphone, telefoon en computer ook zijn ontwikkeld. Dat is duidelijk. Want Renke stelde dat het niet alleen niet-academici kwalijk zou zijn te nemen, of niet kwalijk zou zijn te nemen als we hun toevlucht tot alternatieve praktijken nemen. Maar zoals al gezegd, het zijn voor een groot deel academici. En ze beseffen heel goed wat ze doen. Maar net zoals de ietsisten hun twijfel geen vorm of naam kunnen geven, zo kunnen de afnemers van alternatieve geneeswijzen dat evenmin. Ze denken dat er naast al het functionele natuurwetenschappelijke ook aspecten zijn waar de biomedische wereld geen zicht of nog geen zicht op heeft. Aspecten die naar hun idee bij uitstek in de alternatieve praktijken wel zijn te vinden en die hen baat brengen. Dat idee wordt nog versterkt omdat de medische wereld transparanter is geworden en het nogal eens voorkomt dat eerder onderzoek later weer herroepen moet worden. En dat versterkt bij hen de twijfels en stimuleert het bewandelen van andere paden. Zeker wanneer de arts geen goede oplossing weet voor een kwaal. Men zoekt simpelweg iets anders dan dat de strikt medische wetenschap te bieden heeft. En daarbij gaat het niet om een keuze, maar het is in de regel en-en. Wie een operatie nodig heeft, die neemt er een. Maar steeds meer mensen zijn geneigd om bij vage chronische klachten toch ook iets anders te proberen. En dit kwam ik onlangs tegen iemand uit het bedrijfsleven, een directeursfunctie, met een frozen shoulder en die een kleurentherapie onderging. Die draadje met een bepaalde kleur is aan de frozen shoulder. Wordt dat gekoppeld en dan met energie en weet ik veel wat. Maar goed, je blijft je verbazen dat dit soort dingen aftrek hebben. Maar goed, tegen die achtergrond heeft het geen enkele zin om alleen maar te blijven roepen dat het rationeel gesproken allemaal niet werkt. Net zo min als een gelovige gaat wankelen als wij zouden roepen dat God niet bestaat, omdat er geen bewijs voor is. De mens is helemaal niet zo rationeel. Paradoxalerwijs ligt de praktijk en de rational choice theory, dat op rationele wijze het individu ook heel graag voor het irrationele kiest, wanneer dat ogenschijnlijk het gunstigst is voor hem of haar. Alternatieve geneeswijzen zijn te beschouwen als een culturele strategie, als een middel waarmee de mogelijkheden tot welbevinden kunnen worden gemaximaliseerd en waarbij zij zich aan de veranderende omstandigheden aanpassen en zich daarbij voortdurend op verschillende bronnen van kennis en autoriteit terugvallen. Daarom, ten einde dit fenomeen beter in kaart te brengen, ben ik een onderzoeksplatform gestart dat onderzoekers bij elkaar moet brengen. En die zich met het relatief onderontwikkelde onderzoeksveld van alternatieve geneesculturen bezighouden. Het heet RARP. Als u daarop googelt, dan kunt u het vinden. Religious and Alternative Healing, Alternative Healing Research Platform. Er zijn zoals gezegd miljoenen veelal hoogopgeleide Nederlanders die naast hun reguliere medische zorg op bepaalde momenten bewust voor een alternatieve of complementaire therapie kiezen. Van acupunctuur tot yoga, noem maar op. Er blijken gelukkig steeds minder gevaarlijke gifmengers of kruidenvrouwtjes te zijn, maar vooral heel veel meditatieve, manuele en energietherapieën. In de regel heeft men daar positieve ervaringen mee en werden er weinig problemen ondervonden. En dat is niet mijn oordeel. Maar het is een eerste uitkomst van een via het Meertens Instituut uitgezette, uitgebreide onderzoeksenquête, waarbij op kwalitatieve wijze naar de ervaringen hieromtrent werd bevraagd en waarop we 1500 antwoorden binnengekregen. Notabene de helft van de respondenten had ervaring met alternatieve geneeswijzen. Ervaringen die door hen in openheid met hun artsen werden aangekondigd en of besproken. En ook kwam de brede wens naar voren om bepaalde therapieën een plaats toe te kennen binnen de gezondheidszorg. Niet omdat ze direct allopathisch werkzaam zouden zijn, maar omdat ze vaak op psychosociale wijze voor hen helpen. En dat is eigenlijk een soort cruciaal adagium wat daaruit naar voren kwam. Is dat, en dat kwam in verschillende bewoordingen telkens terug. Het werkt niet, maar het helpt wel. En de eerste resultaten van die enquête weerspiegelen en bevestigen het idee wat vaker wordt gezegd. Moeilijk verklaarbare klachten zijn medisch lastig te diagnostiseren en brengen de patiënt, soms ook de dokter, tot wanhoop. En het zijn ook vaak klachten die door andere artsen als psychisch worden beschreven. En dat lijkt het domein waarin healingpraktijken bloeien. En als er geen verklaring, recept of oplossing is, dan gaat men op zoek naar alternatieven.
En interessant was dat er, uit die enquête telkens weer, dat er eigenlijk geen relatie met serieuze ziekten werden genoemd. Slechts 2 keer werd alternatief genezen met kanker verbonden. Maar dan alleen als een additioneel middel om de chemokuren te helpen verzachten en om de kanker een mentaal een plaats te geven in het leven. En verder was de toepassing vrijwel louter verbonden, wat uit die enquête naar voren kwam, met chronische, vage klachten, pijn, stofwisseling, gewrichten, huidklachten, al dat soort zaken. Dingen waar vaak geen medische behandeling of medicijnen voor beschikbaar waren. Er was slechts 1 regelmatige exoot en dat was hulp bij het stoppen met roken. De meesten bespraken de toepassing met hun huisartsen en ze waren breed voorstander ook van een meer serieuze positie van alternatieve geneestherapieën binnen de samenleving. Ik ben bijna klaar. Het populaire mindfulness verduidelijkt meer waar meer en meer de afnemers van alternatieve praktijken naar op zoek zijn. Mindfulness is begonnen als een stressreductietherapie, gebaseerd op de aanname dat de interactie tussen lichaam en geest helpt om chronische pijn en stress te verminderen. Het is deels gebaseerd op boeddhistische meditatietechnieken. Maar momenteel wordt het in de westerse wereld gepresenteerd als een panacee voor het moderne gestreste leven en is geaccepteerd zowel in het alternatieve circuit als in de corporate world. En 3 dagen geleden stond nog in het Parool een bericht dat onze Nederlandse militaire soldaten met yoga worden bijgestaan om hun traumatische ervaringen te helpen overwinnen. Nou. Vanuit zo'n perspectief kunnen vele alternatieve therapieën worden beschouwd als een soort variatie op mindfulness. De meeste van de in de enquête genoemde praktijken verwijzen namelijk naar aandacht die de cliënt wordt gegeven. Namelijk de empathie, de rust, de tijd en de aandacht die door de behandelaar wordt gecreëerd en gegeven. En in alle culturen in de wereld blijkt healing door simulatie of placebo aanwezig te zijn. En dat ook gesimuleerde of placebo healing voor de betrokkenen niet minder echt of betekenisvol is. Hiermee wil ik aangeven eigenlijk dat in bepaalde gemeenschappen er een soort mimesis plaatsvindt met de medische wereld en dat men universiteiten instelt. Dit is een Italiaanse ondergrondse gemeenschap, Daman Hoer. En die hebben wel weer een hele gevaarlijke therapie met energie waar ze van beweren dat het ook kanker kan genezen. Wat zij daar doen is dus een universiteit opzetten om op die manier een soort vertrouwen te creëren wat hier niet toepasselijk is. Terugkijkend kan men zeggen dat de ontkerkelijking en de enorme groei van Oosterse spirituele of daarvan afgeleide New Age-achtige stromingen ervoor heeft gezorgd dat sinds de jaren 60 alternatieve geneeswijzen zich in hoger tempo zijn gaan verbreiden. De afnemende bereidheid om autoriteiten te volgen of blindelings te vertrouwen, de individualisering en de creatie van het internet en de sociale media hebben er verder toe bijgedragen dat het individu steeds meer zelf bepaalt wat het denkt dat goed is. Daar komt nog bij dat de openheid in de medische wereld groter is geworden, inclusief een afnemend vertrouwen vanwege de wetenschappelijke twijfels die bij bestaande of bij de ontwikkeling van nieuwe behandelwijzen steeds vaker naar buiten komen. En vaak als koren op de molen van de alternatief aangehouden werken. Niettemin lijkt het mij niet goed om de in Nederland massaal gebruikte alternatieve geleeswijze generiek te blijven veroordelen. Op een wijze dat het ook artsen en wetenschappers op afstand houdt. De vele afnemers blijven, wanneer het voor hun gevoel zinvol is, ondertussen toch gewoon hun toevlucht tot zulke therapieën nemen en houvast zoeken. Daarom acht ik het zinvoller om deze culturele praktijken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken, te vergelijken en zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is namelijk altijd beter te weten wat er gebeurt en te begrijpen, dan om er laatdunkend aan voorbij te gaan. Dan raak je het zicht en de reflectie erop kwijt en verwort die eenzijdige bestrijding tot donkichotterie. En dan misschien ter ontspanning een gewaagde en misschien voor uw gemoedsrust een laatste slotplaatje. Oh nee, dat is een andere. Dit slotplaatje waar ik mee deze lezing wil beëindigen. En ik dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel.
Ik heb het gevoel dat ik aan een kloof sta met wel handen die overgestoken zouden kunnen worden. Dus ik ga toch Kees Renkers erbij vragen. Heren, neem een stoel. Heerlijk. Dit lijkt me wat overdreven, maar zen. Er was wat, laten we zeggen, animositeit onderling. Jullie waren boos op elkaar, of in ieder geval teleurgesteld. Nee, teleurgesteld, oké. Laten we daar eerst eventjes over eens worden. We hebben nu het verhaal van Margie gehoord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er gewoon als luisteraar van dacht van, nou ja, je kan beter je vijand kennen dan hem meteen elimineren. Maar misschien is dat een verkeerde opvatting vanuit de anti-kwakzalverij. Kees Renkers, een korte reactie op dit verhaal? Nee, ik ben zeer geïnteresseerd in die praktijken als die beschreven worden op een verantwoorde wijze. En ik hoef zelf niet naar die Jomanda healings toe of naar kruidenvrouwtjes, maar de antropoloog doet dat voor ons. Daar neem ik met belangstelling kennis van. Ja. En het is veel te tijdrovend om dat zelf allemaal te doen. Mm-hmm. En als dat op een neutrale manier beschreven wordt, zo begon hij zijn verhaal, dan heb ik er ook nog geen bezwaar tegen. Integendeel, maar al snel in het interview met de NRC, misschien ben je daar zelf ook niet, ik weet niet of je het gezien hebt, maar de uitspraken die ik daar net behandeld heb, daaruit blijkt dat jij een warme sympathie hebt voor deze sector. En dat is gevaarlijk als je met enige distantie daarnaar wil kijken, zoals je dat van een wetenschapper mag verwachten. Ja. Nou, in ieder geval is het geen warme antipathie, maar hoe zie je dat zelf? Nee, ik heb geen warme sympathie voor de sector, ik heb warme sympathie voor de mensheid. Hm. En dat is eigenlijk het verschil. Ik bedoel, en vanuit de etnologie gaan wij ook eigenlijk niet naar de behandelaars toe, maar wij kijken naar de mensen. Wat drijft de mensen en wat gebeurt daar? Hm. Dat gaat over existentiële angsten, onzekerheden, en die mensen grijpen daarnaar. En daarom denk ik ook dat deze praktijken nooit zullen verdwijnen. Maar ik bedoel, het feit dat er voor hun iets. Ik bedoel, zij voelen zich ook. Hè, dat zijn niet mijn opinies allemaal. Maar dat is misschien net het interview ook niet goed naar voren gekomen of wat dan ook. Het zijn de dingen die dus uit die enquête waar we echt een massa gegevens hebben gekregen. Een soort cri de coeur ook van mensen die toch op zoek zijn krampachtig naar iets. Ja. Of het werkt of niet. Hè, wat ik zei, het werkt niet, maar het helpt wel. En daar zoeken ze een soort steun in. Ik hoorde vaak het verhaal, we willen een soort keurmerk hebben. Kan dat überhaupt bij alternatieve genezing? Nee, dat snap ik ook. Dat is moeilijk. Dus, maar je merkt, en dan hebben we het niet over een paar losse mensen, maar een substantieel deel van de samenleving die daar met de handen in het haar zit. En daarom ook voor dit soort praktijken. Kees Renkers, wat is het antwoord van de Vereniging tegen de Kwakzalverij op die opmerking? Het werkt niet, maar het helpt wel. Wat kun je daarmee? Alles helpt op een bepaald moment, wat je ook doet. Ja. Maar, dat is, maar als we in de geneeskunde alles serieus gaan nemen, alles gaan toelaten of gaan gebruiken, wat wel een keer bij iemand geholpen heeft, maar wat niet aantoonbaar werkt, dan gaat ons heel nationaal inkomen gaan naar de gezondheidszorg of wat je daarvoor door wil laten gaan. Dus je moet in de geneeskunde, en dan kom ik ook terug naar de rationaliteit, je moet voordat je iets gaat gebruiken en iets gaat accepteren, moet dat wetenschappelijk aangetoond zijn. Ja. En dat is, als je dat loslaat, ja, dan nogmaals, dan is het hek van de dam. Dus dat is de eerste eis. Maar het is eigenlijk begrijp ik dus dat het ageren tegen kwakzalverij ook een vorm van het, laten we zeggen, effectief gebruiken van de middelen is. En niet zozeer een ideologische, ze zijn nou eenmaal niet helemaal goed bij hun hoofdachtige redenering. Ja, het gaat om kwetsbare mensen. Wij krijgen heel vaak vragen van op onze website of onze e-mail van patiënten of familie van patiënten die aan rare therapieën blootgesteld worden of die naar het buitenland reizen. En mensen zijn kwetsbaar, die verkeren in moeilijkheden. En dan moet je dus voorkomen, denk ik, dat ze in de handen van kwakzalvers vallen. Want dat gevaar is heel groot. Ze zijn bijna altijd al bij de dokter geweest of bij de specialist geweest. Daarover verschil ik niet van mening. Ja. Maar het maakt het alleen maar erger als ze bij een kwakzalver terechtkomen. Rare therapieën krijgen, rare theorieën krijgen uitgelegd en geld moeten betalen en strenger. De kwaliteit van hun leven gaat achteruit. Allemaal in de illusie dat het werkt. Ja. Terwijl de geneeskunde alleen heeft aangetoond, het werkt niet. En daar moet je de burger tegen beschermen. Ja. Dat is educatie, voorlichting. Margie zegt eigenlijk, dat willen ze niet. Het is nooit uit te roeien, maar ik mag even een historisch terugblik.
In 1960 ging maar 1% van onze bevolking naar een alternatieve genezer. Dus is, als we daar weer naar terug kunnen, dan moeten we ook weer terug kunnen komen. Dus het is nu met 5,6%. Dat is een dalende tendens. Ik sta niet weten waarom we dat niet kunnen uitroeien. Of althans minimaliseren. Even terug, dat vertrouwen in de mens. Maar uitroeien. Ja, het punt is, zolang er een vraag is. Hè, bedoel, en je zegt elke keer van ja, het zijn allemaal zwakke mensen en ze kunnen het allemaal niet zien en kwetsbaar. Maar wat ik om me heen zie via het veldwerk of gewoon in vriendenkringen, mensen hoog opgeleid die gewoon, die kleurentherapie, een directeur in een corporate. Nee, maar die zijn naar een arts geweest, die zijn geopereerd, behandeld. Maar ja, het gaat niet snel genoeg of ze krijgen van de arts onvoldoende feedback over wat de vervolg is. Die met volle bewustzijn academici kiezen daarvoor. Ik bedoel, dan kan je wel zeggen, het kwetsbare moet het uitroeien, dat mag natuurlijk, maar ik geloof niet dat... Nou, ik bedoel, ik denk dat iedereen hier in zijn omgeving, ook al zijn we allemaal sceptici, mensen kent die dat doen. Ik bedoel, het is bijna iedereen doet het. Op een lichtere of een zwaardere manier. Kunnen we controleren trouwens? Wie heeft er een buurman, buurvrouw, oom, tante, die daar ruim gebruik van maakt? Kijk, nou, dat is toch heel wat. Durf. Ik ga het nog erger maken. Wie doet het zelf wel eens? Juist, oké. Een vraag en een antwoord. Wat? Ja? Oh, sorry. Ja, nee, ik dacht ik heb een hoop mensen bij elkaar, dus ik stel een vraag. Maar dat wordt niet gewaardeerd, kennelijk. Straks mag u misschien zelf een vraag stellen, dat lijkt me nog mooier. Nog even over jullie posities. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat de stijl er ook iets mee te maken heeft. De belangstelling voor de mensheidsstijl versus de scherp aan de windstijl. Die stijl van scherp aan de wind, waar Margie het ook over heeft in dat interview, die is scherp. Ja. Waarom is die zo scherp? Ja, mijn agressie richt zich natuurlijk vooral op de aanbieders van die kwakzalverij. En dat zijn niet allemaal oplichters, integendeel. Merendeel zijn brave barhoofden die er heilig van overtuigd zijn dat hun geneeswijze werkt. Dat hebben ze zelf gezien. Ze kunnen het alleen niet aantonen in wetenschappelijk onderzoek, dat is nou jammer. Maar ik vind dat ongeoorloofd. Ik vind dat die mensen een ernstige medisch-ethische defecten vertonen. Dat zij zich afwenden van de overtuigingen en de richtlijnen en de standaarden van de beroepsgroep. Ze hebben hun status als arts te danken aan een universitaire opleiding. Ze hebben het braaf allemaal opgelepeld op de examens. En daarna gaan ze uit een heel ander vaatje tappen. Ja. Dat vind ik uit het oogpunt van een professionele interne discipline van ons beroep. Patiënten moeten dokters blindelings kunnen vertrouwen. Ja. En als de een iets heel anders beweert dan de ander, dat is voor de patiënt de grootste ramp. Maar... Dus we moeten uniform optreden. En dat is de enige manier om het vertrouwen van het publiek te behouden. Peter Jamagri? Nee, ik snap deze principiële houding. Maar als je gaat naar de praktijk, dan is het heel anders. Als ik spreek artsen, specialisten, die voortdurend geconfronteerd worden met mensen die uitbehandeld zijn, die iets willen, die vastzitten. Mm-hmm. En die dan ook vragen, ja, kunnen we dit doen, kunnen we dat doen? Die een soort impliciete bevestiging krijgen van bepaalde therapieën. Die dat toch gaan doen en die daar toch baat bij hebben. En hoe dat dan werkt psychisch, dat is misschien helemaal niet interessant. Ja. Maar de praktijk is dat er vele mensen in die samenleving daar... Ja, het werkt niet, maar het helpt wel. Oké, ik had het over een kloof. Volgens mij ligt die kloof een beetje tussen de aanbieders en de gebruikers. En ontstaan misschien daardoor ook de misverstanden misschien wel. Ja. Ik heb een voorstel wat dat betreft. Het onderzoeksvoorstel dat Renkens aandroeg, namelijk wat is er met die aanbieders. Zou dat niet een mooie uitbreiding zijn van dat onderzoeksprogramma waar jullie toch al mee bezig zijn? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Nou ja, in principe houden wij ons meer bezig met de cultuur van het dagelijks leven, hè? Dat is wat de etnologie zich op focust. Dus wij kijken minder, omdat jullie al zoveel aandacht hebben gehad voor die aanbieders, eigenlijk naar de gebruikers hè, om het inzicht waarom dit... Ja, ik denk toch dat er heel massaal gebruik van wordt gemaakt, veel meer dan hè, dat staatje aangeeft. Een beetje afhankelijk ook van hoe je het vel definieert, want daar is ook geen overeenstemming over. Hoort yoga er nou bij of niet? Mindfulness of wel of niet? Daar kunnen jullie vast ook iets aan doen. Aan definities.
Ja, ja, zeker. Toch? Maar ja, niet hier aan deze tafel nu. Maar het geeft maar aan hoe moeilijk het is om daarover te discussiëren. Goed. Ik denk dat de posities al duidelijk waren, maar dat er toch wel iets gebeurd is in dit afgelopen kwartiertje. We gaan eens even... Ja, mooi hè? Mooi. Ja. We gaan eens even naar de zaal, of even. We gaan een kwartier lang naar de zaal en daarna is het lunchtijd. Er zijn vragen gesteld, maar zoals iemand terecht zei, ik heb helemaal geen tablet of hoe heet die dingen tegenwoordig bij me en ik heb toch een vraag. Dus ik wilde eigenlijk een paar, hoe zeg je dat, met de hand vragen doen. Jij hebt een eerste vraag op het scherm, 1, en daarna doen we handvragen. Oké. Is het nou handig om over alternatieven te praten als naïeve idioten? Net geleerd over aardig zijn en sceptic virtues. Je bent toch onaardig, Kees? Ja, ja, ja. Nee, wij zijn aardig voor patiënten, wij zijn aardig voor kwetsbare mensen. Wij zijn hardhandig tegen dysfunctionerende artsen. Die moeten gewoon hun diploma inleveren. Die beschamen hun opleiders. En die hebben vertonen medisch-ethische defecten. Die hebben een distinctiedrift die nergens op gebaseerd is. Vaak zijn ze in hun opleiding al opgevallen als buitenbeentjes. En ze hebben geen vervolgopleiding kunnen krijgen. Er zijn allerlei redenen aan te nemen dat het tweede rangs artsen zijn. En die moeten hardhandig worden aangepakt. Daar blijf ik bij. Oké. Ja, er worden alsmaar vragen gepusht vanuit het internet, maar dat gaan we even niet doen. Ik weet dat daar een meneer zit met een vraag en die gaan we even laten stellen. Overigens, mag u zichzelf voorstellen dan, als dat aan de orde is? Mijn naam is Lex Kwee. Ik heb een vraag over het verband wat wordt gezocht tussen opleidingsniveau en consumptie van alternatieve therapieën. Zou het niet zo kunnen zijn dat het opleidingsniveau verklarend is voor een hoger inkomen, waardoor van alles meer kan worden geconsumeerd, dus ook van deze alternatieve therapieën? Dat is iets wat in het onderzoek misschien kan worden meegenomen. Eén vraagje, besteedbaar inkomen. Dan hebben we een hele andere verklaring. Hoeven we het ook niet meer over idioten te hebben. Oké, goede vraag. Ja. Nou, is daarop iets te zeggen? Ja, er is zeker een correlatie tussen inkomen en de mogelijkheid om van alternatieve praktijken gebruik te maken. Anderzijds, wat al naar voren is gekomen, zit het ook in het ziektekostenpakket vaak. Belangrijk, denk ik, met het hoge opleidingsniveau is dat er een hogere mate van zelfstandig denken en dat er toch een neiging is, en zeker in de moderne tijdschrift, richt om autoriteiten ter discussie te stellen. He, wat ik net ook al noemde, het medisch onderzoek. Je zegt alles is medisch bewezen, maar het is ook duidelijk, artsen zeggen dat ook, dat er ook zoveel medisch onderzoek weer achterhaald wordt op een bepaald moment, omdat het niet alle actoren en factoren daarbij betrokken heeft. He, dus dat is ook een aspect, denk ik, wat dat anti-autoritaire en het minder grote vertrouwen in de autoriteiten die er altijd waren. De vraag is eigenlijk, kun je dat scheiden van dat inkomenseffect? Inkomen hangt natuurlijk ook samen met hogere opleiding. Dus dat versterkt elkaar. Maar ik wil ook niet zeggen dat het alleen maar dat is. Ja. Kees Renkers, daar gedacht over? Daar zijn mij geen gegevens over bekend. Nee. En verbaast dat je dat hoger opgeleide qua statistieken... We weten het van 30 of 40 jaar. Ja, we weten het, maar ik vroeg naar de verbazing. Nee, het verbaast mij niet. Nee, ze hebben meer geld, inderdaad. Ja, toch. En ze staan, omdat de hoger opgeleide vaak wat kritischer staan ten opzichte van de gewone geneeskunde ook. Ja. He, en zo horen artsen in de kleedkamer van de hockeyclub zeggen, dat en het cynisme wat wij als mannen onder elkaar vaak, en vrouwen ook wel kunnen hebben. Maar hoe verklaar je dan dat er zoveel academici hebben? Jij zegt de academici zouden moeten weten, maar iedereen bepaalt nu voor zichzelf. We leven in een samenleving waar iedereen, neem de sociale media, iedereen weet het beter dan de ander. Nou, daar ben ik niet met jij eens hoor. Wat? Ik denk van niet, maar dit is een grapje. Nou... Ja. Goed, laten we nog eens een paar vingers doen. Deze meneer wilde graag een microfoon. Voor een vraag, neem ik aan. Toch? Uiteraard. Ja. Oh ja, prima. Dat is heel erg plezier. Roeland Heek. Mijn specialiteit is rare apparaten. En één categorie zie ik nog steeds niet genoemd. Dat is over-the-counter kwakzalversapparaten. Zoals? Er zijn er... Oh jeetje, ik heb daar bioresonantieapparatuur van €10.000 per stuk bij voorkeur aan kankerpatiënten. Die bezoeken geen alternatieve genezer. Die kopen er eentje via internet. Prognoseapparatuur.
apparatuur om in je neus of in je oren te stoppen. Wat je allemaal voor fantastische €900 per stuk. Maar als je dus kijkt naar apparatuur waarmee je gezondheid kunt verwinnen en op een gegeven moment ook bijvoorbeeld zwanger kunt worden, dan moet je uiteraard aardstralen bestrijden. Ja. Maar zo'n apparaat koop je gewoon per internet. En dat is 15 mil. Oké, wat is de vraag die u wilde stellen? Dat is of meneer Magri in zijn onderzoek, en ook dat is een ongerustheid voor Kees Renkens, mee kan nemen hoe het zit met de marketing van deze apparatuur. Yes. Want die is volwassen. Alle trucs die je in marketing kan gebruiken worden op internet toegepast. Oké. Ik ben er expert in. Ja, interessant om te horen. Lijkt me grond voor een gesprek sowieso, maar is dat een aspect waar jullie... Ik moet zeggen, we hebben een zeer uitgebreide enquête rondgestuurd met bijna 80 vragen, open vragen. Hè? Dus dat is een hele arbeidsintensieve aangelegenheid. En ik moet zeggen, die vraag hebben we daar niet in betrokken. En nu ik u hoor, vind ik het jammer. Ja. Nieuwe sector, nieuwe sector. Kees Renkens, over de counter flauwekulapparaten. Ja, ik ben het helemaal eens met Heek. Nog een paar weken geleden ben ik nog bij Radar geweest met de Flow Health Technology. Waarbij dus de straling in onze omgeving, die zeer schadelijk is, wordt overgezet in lichaams-eigen frequenties. Waardoor je, dat soort echt... en er zijn twee crazy professors, één uit Zweden en één uit Engeland, die kwamen zeggen dat het allemaal zeer veelbelovend was. Dus dat dit probleem mag niet onderschat worden. Ik begrijp het. Goed, we gaan weer even naar een online vraag. Moeten patiënten hun dokter wel blindelings vertrouwen? Dat lijkt me in ieder geval een leuke vraag aan de dokter. Renkens. Ja, blindelings. Een patiënt kan heel moeilijk beoordelen wat de consequenties van zijn diagnose zullen zijn en de mogelijkheden van de therapie. We zijn wettelijk verplicht, en een goede dokters deden dat al lang, om de patiënt alle behandelingsalternatieven voor te leggen en dergelijke. En je eigen beperkingen te kennen enzovoorts. Dus ik denk dat de grote meerderheid van de artsen daaraan voldoet, dat je daar je gezondheid wel aan kan toevertrouwen. Maar het is een kleine, ongeveer 1200, ik heb ze al eerder genoemd. Daar moet je beslist niet, die moet je nooit geloven. En met de anderen, je moet altijd kritisch blijven. Maar mijn ervaring is niet dat je de patiënten die heel erg kritisch zich opstellen in de spreekkamer, dat daarmee veel beter afloopt dan met die patiënten die gewoon zeggen, dokter, doet u maar wat u het beste lijkt. Maar ik denk dat patiënten steeds minder dokters geloven. En dat, hè, bedoel, ook als je bij de dokter komt, die zegt al, u heeft het vast al op internet opgezocht. Hè, en dat gebeurt natuurlijk ook. En internet is wat dat betreft natuurlijk een heel funest medium, omdat je zo van de ene fake of onbetrouwbare website naar de andere kan worden gestuurd. En, maar dus ik denk ja. Maar de vraag is hier of je die dokter kunt vertrouwen. Dat is. Ja, kan je die vertrouwen? Ja, goed, dat onderscheid is er natuurlijk. Maar in principe heb je vertrouwen in je dokter, daar ga je een relatie mee aan. Maar ik denk dat er een afnemend vertrouwen is. Ook, ik bedoel, dat zien we niet alleen ten aanzien van de medische sector, dus van de wetenschap in zijn algemeenheid, is er een erosie van het vertrouwen. Dat is een debat wat al 2 jaar in de kranten wordt gevoerd. Ja, begrijpelijk. Goed, er zijn vast nog meer vragen. Of ja, hiervoor. En daarachter zie ik ook een paar handen. Kunt u ze nog even omhoog steken, dan weet ik waar we zijn moeten. Ja. Oké, die meneer. Ja, een vraag voor meneer Renkens. Ik ben zelf Nico Mulders, met name een arts en opgeleid in Nijmegen. Misschien heeft u een klein aspect vergeten in uw betoog van waar mensen, artsen, de alternatieve kant op gaan. Want u kent ongetwijfeld nog wijlen professor Ariens, die zich boos maakte over het feit dat maar slechts 2 universiteiten een farmacologie tentamen nog hadden. En die zei, het is maar goed dat zoveel Nijmeegse artsen de alternatieve kant op gaan, want dan zei hij, daar kunnen ze geen kwaad mee. En dan zat ook bovendien eens in de huisartsenopleiding in Nijmegen, was het ook een gebruik van, je moet je patiënt een recept meegeven. Ja, desnoods doe je iets homeopathisch, want anders lopen je patiënten weg en dan ben je patiënten kwijt. En dat is ook een commercieel aspect wat in het begin 90er jaren al speelde. Ja, dat was de tijd toen er nog geen evidence-based medicine was. Als de professor nu zoiets zegt, wordt hij meteen door zijn student onderuit gehaald met de Cochrane review en de richtlijnen standaarden. Dus de praktijk die hij beschrijft, die is niet meer bijzonder actueel in ons land op dit moment, denk ik. Oké, we gaan nog even verder daarachter. Ja. Ik hoor niets. Diana van de Universiteit Amersfoort. Ik vroeg me af, een vraag voor meneer Kees. Of die artsen die een medische opleiding hebben en die overstappen op alternatieve geneeswijzen,
Heeft u het idee of kunnen we testen of die daar zelf in geloven? Bijvoorbeeld, als hun kinderen ziek zijn, wat geven ze ze dan? Is dat een methode om te kijken of ze naar eer en geweten die overstap maken? Dat is een mooie vraag. Kees Renkens. Ja, volgens mij zijn er geen wetenschappelijke gegevens over bekend. Maar mijn indruk, ik zit al een jaar of 30 die lui op een hielen, zal ik maar zeggen. Is dat de meesten geloven in hun eigen eigenaardige denkbeelden. En dat er maar een kleine minderheid oplichters zijn en voor het geld zijn, ladelichters enzovoorts. Dat denk ik wel. Het is, de keuze voor een alternatieve geneeskunde is niet altijd omdat ze het zo geweldig vinden. Een aantal, dat moet ook maar gezegd worden, zijn gewoon afgewezen bij allerlei vervolgopleidingen. Die blijven met een basisartsdiploma zitten. Die zijn geen huisarts, zijn geen specialist. En voor alternatieve geneeskunde heb je geen enkel diploma nodig. En als je dan toch nog arts bent, nou, dan kun je daarmee toch nog wel, en je neemt in het weekend een boekje door over de homeopathie of de acupunctuur, dan kun je gewoon in je levensonderhoud voorzien. Maar deze methode lijkt me niet goed, want over het algemeen is bekend dat artsen voor hun eigen gezin het minst oog hebben. Ja, dat is wel. Je moet nooit je eigen. Zijn er artsen in de zaal, zou ik zeggen, ja. Oké, dat is een goede opmerking. Overigens, zei u nou de Universiteit van Amersfoort? Bestaat die? Ja, die bestaat sinds 5 jaar. Oké. Nou, dat is helemaal nieuws voor mij. Daar wil ik straks meer over horen. Er was daarachter nog achter je een opmerking. En dat is dan ook de laatste voor dit blok. Ja, dank u. Ik heb, Veger is mijn naam, ik heb 2 opmerkingen. In de eerste plaats zou ik zeggen, nee, wil ik even terugkomen op de ervaringen van mijn schoonzoon als huisarts. Over het blindelings vertrouwen in de huisarts. Want hij wordt regelmatig geconfronteerd, als dus de patiënt het niet met hem eens is, dat die patiënt hem voorspelt dat zijn praktijk verbouwd zal worden, als hij dus hem geen verwijskaart geeft. Dat is in eerste plaats, dat is ettelijke keren gebeurd. Okay. En ik vraag me af of er meer huisartsen deze ervaring hebben. Niet fijn. Een goede huisarts. Uw tweede punt. De tweede opmerking die ik heb is dus dat ik was in 1962, hoe heet het, als jonge wetenschapper, jij zou het niet meer zeggen, verbonden aan het Woodshall Marine Biological Institute. En de directeur daarvan was Sinsen Gyorgy. Ik weet niet of u het zegt, iets zegt, dat is de uitvinder van vitamine C. Hij werd niet benoemd in Groningen omdat hij niet goed genoeg was, maar goed, hij kreeg wel de Nobelprijs. Ja. In ieder geval, dus in een van zijn grote lezingen voor al deze jonge mensen, zei hij op een zeker ogenblik, want er was er weer ettelijke miljard of miljoenen was er toegekend voor het kankeronderzoek. At the present moment, more people are living from cancer than die from it. En ik vraag me dit soort dingen af. Je leest, van de week ook weer was er een of ander psychedelisch middel, die was weer op een stam muizen toegepast. En de krant had het er natuurlijk over. Er was wel één muis die was genezen. En dergelijke. Dus er wordt meteen weer hoop gekoesterd. En ik ga me werkelijk afvragen of de patiënt die in een vrij hopeloze positie zit, niet op een zeker ogenblik te veel hoop krijgt door dit soort optimistische berichten. Okay. En dat daardoor dus de alternatieve geneeskunde, ja, misschien iets populairder wordt. Ja, oké. Okay. Over journalistiek en voorlichting en zo gaan we het vanmiddag ook nog hebben. Ja. Maar even, er wordt geregeld valse hoop geventileerd. Is dat ook een probleem? Ik noem dat als een van mijn bezwaren tegen alternatieve geneeskunde, die eigenlijk aan elke alternatieve geneeskunde, vorm van alternatieve geneeskunde, kleven. En de valse hoop, nou, dat is natuurlijk van niet te ontkennen. Ja. Overigens is het interessant dat in 2015 de Nobelprijs voor de geneeskunde werd toegekend aan een practitioner van traditional Chinese medicine. He, dus wat je ook zei van. Mevrouw Yu Yu. Chinese arts, ja, precies. En die heeft, die heeft naar voren weten te halen dat een bepaald kruid, hè, wat in de traditionele therapie werd toegebruikt, als je dat bereidt, dat een antimalaria middel is. Ja. Hè, want er is gesproken over homeopathie en malaria, maar dit middel blijkt zo effectief te zijn dat ze daar de Nobelprijs voor heeft gekregen zelfs. Zij is gewoon een westers opgeleide biologe geweest die in Cambridge opgeleid is, of althans haar chef. En ze heeft gewoon westerse methodiek gebruikt om dat werkzame stof te extraheren.
Dus het heeft met traditionele geneeskunde helemaal niks te maken. Ja, alleen omdat het vroeger genoemd werd als kans hebben. En daarvan waren natuurlijk honderden kruiden bekend. En dat er nu eentje uitgekomen is. Ja. Okay. Dank u wel aan de westerse, nou ja, ik wil, westerse ik, geneeskunde. En niet alle kruiden zijn alternatief. Dat moet je misschien ook nog vaststellen. Juist. Goed, dames en heren. We hebben geen tijd.